heeft me nou wel een kasteel, een paard en een loper voorgegeven, maar ik geloof werkelijk dat het nog niet genoeg is. Ik zie geen kans meer om het te winnen. Ik heb geen enkele mogelijk meer. Dan moet u eigenlijk met die koningin zetten. Waarom? Als u een stuk aanraakt, moet u ermee zetten. Ik wou maar even op poetsen. Dat kon ik niet weten, hè? Oh, wow, Mr. Capablanca. You are here in Carlton Hotel. I didn't know that. Oh, that. So, Mr. Capablanca, you see I'm playing Mr. Euler, but I don't see any move I can do. I fear I'm losing the game. Do you see anything? Well, you can still win if you will make this move. That move? By heaven, well, how it is possible that I didn't see that? Oh, well, Mr. Huyver, please. Ja, maar ik speel niet tegen meneer Capablanca, ik speel tegen u. Ja, geeft u het op? Ja, als u het zo noemt. Dan heb ik tenminste eens een partijtje van meneer Huyver gewonnen. Well, Mr. Capablanca, what do you think of the Euler-Aliakhin match? Dr. Aliakhin's game is 20% bluff. Dr. Euler's game is clear and straightforward. Dr. Euler's game, not so strong as Aliakhin in some respects, is more evenly balanced. En u, meneer Euler, ook u wilde ik die vraag stellen, wat denkt u van uw aanstaande match tegen Aliakhin? Ja, meneer Holmes, die vraag is niet zo gemakkelijk te beantwoorden hoe ik over mijn kansen denk. Want ik ben in dat opzicht nogal veranderlijk. Het ene ogenblik ben ik erg optimistisch en het andere ogenblik ben ik pessimistisch. Het ene ogenblik denk ik dat ik de match al in mijn zak heb. En het andere ogenblik dan zie ik huishoog tegen de match op. Maar als ik de zaak objectief bekijk, dan moet ik erkennen dat de toernooiresultaten van Aliakhin in zijn hele loopbaan veel beter zijn dan de mijne. Maar aan de andere kant, als ik denk aan de individuele partijen, dan staan we wat betreft de laatste 10 jaren, staan we 7-7. We hebben dus van de beide schaakgrootmeesters gehoord dat er in elk geval wel enige hoop is op een goed resultaat voor onze vertegenwoordiger. En in elk geval zijn we ervan overtuigd dat ons een buitengewoon interessante match in oktober aanstaande te wachten staat.